Hallo, welkom terug bij onze wekelijkse Bijbelstudies. Ik ben Gabriel Porras, ik zit vandaag met Hans Rekker. Welkom. We hebben een heel interessante les vandaag en daarom is het belangrijk dat we eerst in gebed gaan voordat we beginnen. Vader in de hemel, in de naam van Jezus komen we bij u. Dank u wel voor alle zegeningen. En we vragen ook uw zegen als we het wel hebben over Bijbelshervormingen. Geef ons het inzicht wat we in ons persoonlijk leven mogen veranderen met de kracht van uw Heilige Geest. En dat we een zegen voor anderen mogen zijn. In de naam van Jezus. Amen. De titel van onze les vandaag is de Bijbelse hervormingen. We praten altijd in de Bijbel over bekering. De wens van Jezus is om mensen tot het geloof te brengen. Zodat wij kunnen veranderen. En we hebben vandaag een definitie wat Bijbelse hervorming is en waarvan wij moeten bekeren. Misschien willen we ons willen zeggen over de inleiding en wat we hier in de les willen zien. Het mooiste aan de Bijbelse hervorming, wat je hier ziet, is dat iemand blijkbaar niet geboren wordt als hervormer. Mm-hmm. Je kan een bijzonder karakter krijgen, maar het gebeurt niet van eens. De voorbeelden die hier staan zijn van Daniel, Mozes, Elisa en Paulus. Dat zijn natuurlijk fantastische godsmannen. Mm-hmm. Allemaal is hun karakter gevormd, staat er heel mooi. Mm-hmm. Dus het is een proces waar je doorheen moet gaan om uiteindelijk een ander karakter te krijgen. Ja. Nou, en dat gaan we de les ook mooi zien, dat dingen moeten veranderen en niet ineens zomaar zijn. Oké, de thema van onze boekje waar we bestuderen elke week gaat over opwekking en reformatie. Ja. Dus het is belangrijk om te definiëren, ja, sowieso wel in de vorige lessen hebben we gezien wat hervorming is en hoe het verandert. Dus ja, net als wat je zegt, de persoon moet gevormd worden. Het kan niet zo van de een naar de andere dag. En wat ik ook zo mooi vind in de inleiding is dat deze mensen gevormd werden en hun leven was een zegen voor hun medemensen en die waren vertegenwoordigers voor God. Ja. Zo, onze standaard dient hoger te zijn dan wat wij denken. Als ik denk, ik sta goed, het is goed met mij, ik heb het bereikt of ik ben gered en voor altijd gered, dan wil je niet hoger gaan. Dan wil je daar blijven en dan denk je, oké, dit is het en dan hoef ik verder niet te gaan, maar voorbeelden van Jozef, Daniel, Mozes en Elisa en Paulus en laten ons duidelijk zien dat het beter kan. Ja. Waarom niet? Oké, in het Oude Testament was altijd hervorming verbonden met afgoderij. Waarom was dat zo? Ja, omdat het volk Israël was niet alleen dat ze een gemeente waren, een kerk, maar ze waren ook een staat. Ja. En ze waren omringd door heidense landen. Mm-hmm. En ja, Satan deed die aanvallen allemaal. Dus vanuit die heidendommen, afgoderijen vooral. En dat zie je in dit geval ook, dat de straf op afgoderij wel heel groot was in de eerste vraag. Ja, ja, als ik lees in Deuteronomium hoofdstuk 13, 6 tot en met 10. Mensen die zeg maar naar andere goden gingen, of achter andere goden, die werden inderdaad gestraft met de dood. Maar u zult hem zeker doodslaan. Uw hand zal het eerst tegen hem zijn. Maar dan zie je ook voor alle andere morele wetten. Ja. Het verschil tussen morele wet en grondwet die het volk van Israël had, was dat een morele wet is altijd de wil van God uitgedrukt. Gij zult niet doen, of doe dit, of doe dat. Maar bij de grondwet had je altijd, als je dat doet, heb je een straf. En het was altijd verbonden met een rechter en met een straf en wat ze moesten doen. En dat staat ook voor alle geboden van de Bijbel. Nou, het belangrijkste is dat dit het tweede gebod is van de 10 geboden. Precies. Het is niet zomaar een wens, het is gewoon een gebod. En dat is één van de 10 geboden. En de andere kant in deze, wat je in deze stuk van Deuteronomium ziet, is dat het vaak van heel dichtbij komt. Het gaat over je vrienden. Mm-hmm. Het gaat over je zoon, je zuster, je broer. En wat doen die? Die zeggen, kom, dit moet je ook eens proberen. Mm-hmm. Probeer het nou maar eens. Hè. Zo'n hele lieve, vriendelijke verleiding. En daar is deze straf tegen gericht. Als je van de ware God afleidde, dan moet je de weg wezen. Ja, uiteindelijk, de straf is sowieso de dood. Want het loon van de zonde is de dood. De zonde is de dood. Dus hier was het letterlijk op dat moment. Maar uiteindelijk gaat het inderdaad om eeuwige dood. Wat ik ook zo mooi vind in het tweede gebod van de Bijbel, of van de 10 geboden, is dat het had te maken ook met, kijk, als je dat doet, dan heb je een zegening voor 1000 generaties. Maar als je niet doet, dan gaat het ook weer tot de tweede en derde generatie. Dus
Afgoderij is niet zomaar los van een bovennatuurlijke kracht. Er is een andere natuurlijke kracht die komt en die mensen bezit en die uiteindelijk wel de gevolgen ervan moeten meemaken. Zo. En als je dan terugplaatst naar de huidige tijd, hè, dan de opmerking zit daar een stukje over. Hè. We kunnen ons niet veroorloven een compromis te sluiten met mensen die hem niet vrezen. Mm-hmm. Een stukje verder staat, invloed uit te oefenen op wereldse mensen tot op een zekere hoogte aan de wereld gelijkvormig moeten worden. Dat betekent, ik ga een stukje naar hen toe en in de hoop dat je ze naar God brengt. Mm-hmm. Ze leiden jou af en je zal ze niet naar God brengen. Mm-hmm. Dus daarmee moet je niet compromitteren. Ja, precies. Het volk van Israël had vroeger het heel moeite, heel, ik bedoel, het volk van Israël had het heel moeilijk met dit gebod. Ja. Het was altijd een verleiding, het was heel sterk. Ja. En ik geloof dat het ook te maken heeft met wat ik net heb gezegd, met een geestelijke kant. Dus de duivel weet dat hij aanbeden wordt op deze manier. En staat het, ja, daar staat het ook in de Bijbel, als we lezen in 1 Korintiërs. Zien wij dat hij neemt de eer voor zichzelf. Mm-hmm. Dat is, even kijken, dat is 1 Korintiërs hoofdstuk 10. Vers 19. Zeg ik, wil ik dan hiermee zeggen dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? Integendeel, dat hun offeren en offeren is aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat geen gemeenschap komt met boze geesten. Zo, ja. Mensen doen het misschien oprecht. Ze denken dat het gaat alleen om dat stuk hout of een beeld of wat dan ook. Maar de duivel neemt het echt serieus. En dat denk ik dat het heel belangrijk is dat jullie kijkers ook begrijpen hoe ernstig dat is. Hoe erg dat is. Kijk, als het gaat van ja, het is mijn keuze, ik wil dat dienen. Dan denk ik van, oké, maar er is iets anders erachter. Zo, pas op, want dan ben je echt gebonden. En de duivel bindt je vast en dan, daarna kan je niet meer los van. Oké, dus de tweede vraag laat ons zien. Wat, voor welke zonde zou het geestelijke Israël in het bijzonder op zijn hoede moeten zijn? Ja, dus hier gaat het over het geestelijke Israël en dat zijn wij. Het gaat niet meer over het oude Israël, mm-hmm. terwijl er wel een tekst uit het oude testament van Leviticus staat. Mm-hmm. Het gaat over gesneden beelden, over afgoden ook weer. Ja. Maar hier wordt het afgoden dus gebracht naar onze tijd. En een van die dingen is dat je bijvoorbeeld kan trouwen met afgodendienaars. Mm-hmm. Omdat je dan ook je hart wordt afgetrokken van de Heer zoals het staat. Ja. Dus ja, je moet je geloof zuiver houden en God staat in de opmerking staat, Gods volk moet zuiver zijn, onbesmet van de wereld. Mm-hmm. Dus het betekent ook dat je daar heel zuiver moet kijken van, leidt dit me af van God? Ga ik die vriendschap aan? Ga ik dat niet doen? Ga ik dit zakelijke deel doen? Of ga ik dat niet doen? Ja. Al deze beslissingen moeten leiden uiteindelijk dat je niet afgeleid wordt van God. Want hier gaat het over afgoden in termen van, het brengt je weg van God. Ja, precies. En het is ook belangrijk wat mensen en familieleden en vrienden, of ze een invloed, ja. Een verkeerde invloed zijn voor jou, dat je niet kan kiezen voor God. Ja. En dan moet je denken, oké, misschien heb ik de persoon wel lief, maar wie heb ik dan eerder lief? Ja, of meer lief? Dan is het de Heer. En hij moet dan boven staan dan alle andere mensen of dingen wat ik heb. De laatste zin van de opmerking sprak me daarmee aan. Hè. Ze moeten de geestenwereld niet bezitten, omdat deze in strijd is met waarheid en gerechtigheid. Mm-hmm. Ja, en dan wordt de meetlat wel heel duidelijk gelegd. Ja, zo let op, het kan zijn dat de persoon wel aardig is of wat dan ook, maar als die persoon je niet brengt dichter tot God, dan kan het sowieso wel later in het huwelijk ook weer een hele grote en zware last om te dragen. Dus ja, de Bijbel raadt het echt niet af. Ik bedoel, de Bijbel raadt het af. Ja, niet aan, ik wil dat zeggen, ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om deze adviezen te volgen, want dat betekent ons geluk in de toekomst. We hebben het al een beetje gezegd over hoe de afgoden in deze tijd zijn. En dan, ja, de vraag gaat ook wat dieper hierin. Wat kunnen we dan nog verder zeggen hierover? Ja, het mooie van Jesaja is juist dat hij zegt, het zal juist in de laatste dagen zijn. Mm-hmm. Dus dat gaat over nu. Dus het ging niet over toen, het gaat over nu. De laatste dagen van de tijd, dat juist ook die afgoderij er ook is. Mm-hmm. En hier worden dan voorbeelden genoemd uit die tijd. He, wiggelaars worden daar genoemd, maar nu komen er ook andere dingen. Het gaat over zilver en goud. Mm-hmm. Dat is een symbool van geld. Mm-hmm. Maar denk ook aan andere dingen.
als een land vervuld is met afgoden, ja, waar is nou bijvoorbeeld Nederland mee vervuld? Mm-hmm. Als je bij heel veel mensen binnenkomt, dan staat er bijvoorbeeld een Boeddha-beeldje. Yeah. Een leuk, mooi Boeddha-beeldje. Zo'n vriendelijke man die daar zit. Hè? Yeah. Ja, de vriendelijke man. Yeah. Zeg, wat kan dat nou kwaad? Ze zeggen, ja, maar dat brengt geluk. Yeah. Dat is dus ook een afgod. Zelfs een gesneden beeld die in huis zit. Of andere mensen hebben dan weer allerlei mythische tekens. Ze zeggen, ja, dat vind ik mooi. Ja. Als je niet weet wat het betekent, kon het wel eens iets een veroordeling van God zijn. Mm-hmm. Dus onkunde, onkennis juist en onbenulligheid in dit geval is ook afgoderij. Ja. En het probleem wat we net hebben gezegd is wat erachter staat en wie daaraan verbonden is. Want kijk, als het maar alleen een mooi beeldje is, dan denk je dat doet geen kwaad. Maar als je weet dat dat een afgod is en dat is de reden waarom het gemaakt is en dan wordt het vereerd... Ja. Misschien doe ik helemaal niks mee, maar je hebt hem thuis. Ja. En dan geef je ook grond aan de duivel om thuis bij jou te zijn. En dan vraag je af van, waarom is er zoveel ruzie tussen een echtpaar of in het gezin? Dat iedereen dan zo agressief is. En, ja, je hebt iets dat van een andere geest is, van een andere God is. Tussen, en die wil natuurlijk niet het geluk van je leven. Ja. Het is alleen God die echt geluk in je leven wil brengen. En nou, de andere vraag is, wat voor geluk kan een beeld of iets in ons leven brengen? Nou, niets. Nee, het is ook hetzelfde met de Bijbel. Ja. Ik kan denken van, dit is een heilig boek. Maar het feit dat het open is in een bepaalde tekst of een bepaalde psalm. Psalm 91. Sommige mensen die vinden van, ja, psalm 91, thuis open, dan brengt bescherming. Maar de Bijbel open of dicht brengt absoluut geen bescherming. Ik kan hem thuis hebben, of misschien ben ik hem aan het weg vergeten. De bescherming komt van God, niet van de Bijbel, niet van Boeddha, niet van wat dan ook. Het is de Heere. En daarom is het dus, weet je, ik zou zeggen, doe maar weg. Het hoeft niet thuis te zijn. Laten we lezen wat in de Patriarch en Profeten staat, onderste in de opmerking. We moeten onszelf voor God vernederen en onze afgoden wegdoen. Ja. Als wij gedaan hebben wat wij kunnen, dan zal de Heere ons zijn hel openbaren. Mm-hmm. Ik kan niet een advies geven wat je dan allemaal precies weg moet doen. Ja. Maar als het een scheiding brengt tussen jou en de Heer, moet je het wegdoen. Ja. En dat is ook precies hetzelfde wat Jezus zei. Als je oog je leidt tot zonde, of je hand. Ja. Nou, het is niet letterlijk, want sommige mensen hebben het inderdaad letterlijk genomen. Ik denk van, nou, hier staat het, dan doe ik het. Nee, maar wat je dan wegdoet, is wat ook pijn zou brengen in je leven. Want dat vind je wel leuk, dan wil je hem zo graag. En dan ga je misschien wel missen. Maar dat is beter zo, dat je dat wegdoet. Nogmaals, niet letterlijk je hand. Nee. Ook je ogen niet. Maar wel het feit dat zulke doet. Dingen wat je dan zo lief hebt, dat wegdoen. Dan dat je daarmee blijft en toch verdoemen is. Of eeuwige dood hebt. Ja, uiteindelijk wel. Ja, precies. Nou, in deze tijd zijn deze afgoden wat verfijner, wat geraffineerd. Mm-hmm. Ook in de vorm van wetenschap, van kennis, van wat je zei, geld en zilver en auto's en zoveel andere dingen. Dus let op, want dit kan ook een afgod zijn. Mensen gaan eerder naar een voetbal, om op voetbal te kijken, dat ze dan God zoeken. En dan denk je van, wat staat eerst in je prioriteiten? Studie is voor sommige mensen in de eerste plaats als prioriteit dan God. Dat is dus in dit geval weer God. Nee, maar geld en sport zijn de twee grote afgoden van deze tijd. Mm-hmm. Eenvoudig. Ja. Laten we dan naar de tijd van Mozes. In de tijd van Mozes hadden mensen een gouden kalf gemaakt. Ja. En terwijl God een paar weken eerder had de 10 geboden gegeven en men had het gehoord. De aarde had gebeefd en ze hadden het ook gezien in de wolk en in de donderslagen, wat dan ook. Nederland heeft ook een gouden kalf. Als hoe noem je dat? Voor de filmindustrie hier in Nederland hebben ze ook een gouden kalf. Amerika heeft een beeld, een gouden beeld, die van de tijd van Babylon. Dus het is echt ding om over na te denken, van wie is de god achter deze filmindustrie? En ik vind het mooi, maar het is wel bloedig wat hier gebeurde in Exodus 32 vers 26. Wat gebeurde toen en wat was de oproep van Mozes? Nou, de eerste oproep is, we hebben dat volk danste achter het gouden kalf wat door de broer van Mozes gemaakt is, door Aaron.
Ik heb hem gegooid en dit is eruit gekomen. Ja, maar dat was niet zo. Dat weten we. Hij heeft er echt hard aan gewerkt. Ja. Maar er was een grote groep mensen die zich er niet aan mee gedaan hebben. Dus het was niet zo dat iedereen het deed. Ja. En Mozes, geïnspireerd door God, zegt... Wie de Heere toevoegt, komt bij mij. En iedereen van de stam van Levi kwam bij hem staan. Die waren als eerste. En dat is natuurlijk een fantastische... Er zijn altijd mensen staan gebleven. En van al die 12 stammen was er 1 stam die trouw gebleven was. Er zijn straks nog meer voorbeelden dat mensen trouw blijven. Ja. En daarom werden ze gekozen om dan priesters om, en... Precies. En om in het heiligdom te werken. Ze werden apart gehouden voor dit speciaal doel. De opmerking zegt ze mooi, het is een speciale zegen rust op het werk van de mannen. Mannen die zich niet laten afbrengen van hun plicht, maar met Gods geest vervuld zullen vragen, wie is er voor de Heer? En dat is dezelfde oproep die vandaag de dag geldt. Je kan meelopen met alles wat hij nog ziet. Je kan ook zeggen, ja, ik sta voor Gods werk. Ik heb mijn principes. Die zijn op de Bijbel gebaseerd. En daar wil ik van houden. In de vijfde vraag zien wij in de tijd van Elia dat hij een vraag stelde aan het volk. Het volk was achter afgoderij. En er was 3 jaar hongersnood gekomen. Ja. Omdat zij bezig waren met afgoderij. Het is hier tot de climax gekomen. En dat is een bijzonder iets. Die climax op deze manier krijgen we straks aan het einde der tijden ook nog. Want dan komen we straks op als het over de Sabbat gaat. Hier moesten ze kiezen. Links of rechts. Zo de Heere God is, volgt hem na. Als het Baal is, volgt hem na. Dus hij zegt niet, links, je moet dat doen. Kies jij maar. We zien het teken van de Heer dat de vuur uit de hemel komt. Dat God zijn macht laat zien. En het aanbaden God. Ja. En toen moest er een keus gemaakt worden. Ja. Voor leven of voor dood. En dat is zo mooi wat God altijd doet. Hij dwingt ons niet. Hij laat ons een keuze maken. Hij laat ons zien dat hij geeft ons bewijzen. Dat hij bestaat. Hij laat zien dat deze wereld, dit heelal, intelligent is. Alles zo perfect. De juiste afmeting. De juiste afstand tussen de aarde. De juiste hoeveelheid zuurstof die we hebben. We hebben het deze afgelopen dagen in de 10 dagen zomerkoers gehad en we hebben allemaal over de evolutie en schepping gezien. Kijk maar naar de thema's die in de website staan in het Engels over evolutie en schepping. Heel mooi om te zien. Maar dan zien wij dat, hij laat ons dat ook aan ons om te kiezen. Het is logisch. Dit is, je hebt een antwoord op je levensvragen. En hij komt niet eerst om, ik ga even nietigen, nee, eerst de vraag. En dat is ook in het geval van Mozes. Wat willen jullie doen? Willen jullie dan aan mijn kant staan? Willen jullie de kant van God staan? Nou, komen jullie naar voren. En dat is ook wat hij doet. Komen jullie dichterbij. Dat is wat Elia doet. En de mensen hebben gezien dat Baal geen vuur kon brengen. En nu komt er, nu ziet wat de Heere doet. En hier zie je dus wat het geloof in de levende God teweeg brengt. Als je gelooft in de levende God, kan er vuur uit de hemel komen. En kan er een duidelijk bewijs zijn wie God is. Ja. Sommige mensen verwachten vandaag de dag dat er vuur eerst moet komen voordat ze geloven. Maar als zal het vuur komen, en dat is het bewijs hier, ze hebben toch niet geloofd. Nee. Want daarna zien we dat de mensen nog verder gingen in afgoderij. Ja. Zo, soms is dat niet de beste, of ja, dat is misschien de reden waarom God bepaalde dingen niet laat zien, omdat men gaat sowieso toch verder in zijn eigen weg en wat ze zelf willen doen. Dus ik vind het ook mooi, is ook de vraag die je stelt. Welke kant? Heb niet de wereld lief en tegelijkertijd mij lief. Maak een keuze, 1 maar. Geen 2 heren. Dan moet je een keuze maken. Dat vind ik ook zo mooi wat er dan hier laat zien. Een andere stukje van de opmerking die ik ook zo bijzonder vind is... Elia dacht dat hij de hervorming heel snel moet gebeuren. En alles wat met vuur. Dus vuur hier en vuur daar. En uiteindelijk, het is vuur, maar het is een vuur die ons verandert. Niet een vuur die verteert, tenminste in de hervorming, want we praten over hervorming. Nee, en de misvatting van Elia was dat hij dacht dat hij alleen was. Terwijl we weten dat hij met 7000 andere gelovigen waren. Er waren 7000 mensen gewoon nog trouw gebleven aan de Heer. Ja. Zoals ook bij Mozes een hele stam trouw gebleven was. Dus God heeft altijd een volk die trouw is. Ja. Er was ook een andere koning die heel goed werk gedaan heeft in hervorming, volgens de 6e vraag.
En dat was... even kijken. Asa. Ja. Kijk, het mooie van Asa is dat hij als koning het goede voorbeeld gaf. Mm-hmm. En dat is ook gewoon de les voor ons. Dat je als je wat hogere positie in het leven hebt, dat mensen gewoon zien wat jij doet. Mm-hmm. En als je het goede voorbeeld geeft, volgen ze het goede voorbeeld. Ja. En als je het slechte voorbeeld volgt, volgen ze het slechte voorbeeld. En dat is de uitstraling daarvan. Koning Asa liet alles wat maar op enige manier tot afgoderij in het land was, liet hij weghalen. Mm-hmm. De hoge plaatsen, de bossen waar de mensen voor gingen bidden en de afgoden. En hij herstelde de altaren weer. Mm-hmm. En daarmee gaf hij duidelijk het signaal, er is maar één God, die moet je aanbidden. Ja. Dus voor iedereen, juist de oproep is voor iedereen die maar in een of andere leidinggevende positie is. Mm-hmm. Zorg voor het goede voorbeeld. De mensen volgen jouw voorbeeld. Mm-hmm. En het is mooi dat hij als koning dat heeft gedaan. Maar in heel veel andere gevallen was de koning er tegen. Was de koning juist degene die de mensen in afgoderij bracht. En dat was erg. En God zorgde ervoor dat er een andere koning kwam. Ja. En ja, het is zo jammer dat zoveel koningen achter afgoderij gingen. En er zijn maar weinigen die dat uiteindelijk voor God hebben gekozen. En daarom is het zo dat uiteindelijk in ballingschap zijn gegaan. Omdat geen enkele van de koningen dat uiteindelijk goed deed. Ja. Dus God zei, oké, dus jullie zijn niet meer in staat. Nu worden jullie een gemeente. Want jullie zijn nu onder de regering van Babylon. Ja. En daarna van Medo-Persië. En daarna van Grieken. En daarna van de Romeinen. Ja. En dan komt de tijd van Jezus. En ze konden Jezus niet eens veroordelen. Nou, de Romeinen, hier is het. Ja. Veroordeel deze man. Want, ja, maar waarom doen jullie dit? Nee, we kunnen dat niet doen. Mogen het niet. Wij zijn nu in gemeente alleen gebleven. En we zien hoe uiteindelijk dan van deze gemeente gaat uiteindelijk naar christelijke gemeente. Dus dan zien we de lijn. Want, ja, er waren geen koningen meer van hun eigen volk. Goed. Er was een heel bijzondere punt, volgens de zevende vraag. Ja. Dat ook vandaag de dag dient te gebeuren. En dat een deel is van de hervorming. We hebben net gezien bij de eerste vragen dat afgoderij tot de dood leidt. Mm-hmm. Maar het niet houden van de Sabbat, volgens de zevende vraag. Want het oude Israël, deze gingen gewoon handel drijven, geld verdienen, in- en uitkopen. De goederen, de auto's reden af en aan, zeg maar, de poorten in en uit en op Sabbat. Ja. En als gevolg daarvan werd de hele staat ontmanteld en afgevoerd werden ze naar Babylon. Ja. En dat is natuurlijk de les voor ons vandaag ook. Ja. De Sabbat is dus de toetssteen voor deze dag, mm-hmm. voor de laatste der dagen. Mm-hmm. Die is nog belangrijker dan zeg maar je afgoden. Mm-hmm. Want als je de Sabbat houdt, behoedt het je ook weer van afgoden. Ja. En dat betekent dat als je in je persoonlijk leven, in je gezin waar je bent, mm-hmm. op die manier de Sabbat probeert te houden en daar je best voor doet, mm-hmm. dat je als huis gezegend wordt. Ja, precies. En het lijkt ja, erg de gevolgen van het niet houden van de Sabbat. Maar dan zien we hoe belangrijk voor God dat is. En ook in deze tijd, wanneer wordt het op een gegeven moment een verdorvenheid in deze wereld? Wanneer men uiteindelijk de zondagswet invoert. Wanneer uiteindelijk de spiritisme samen met protestantisme en katholicisme verenigen om dan een wet in te voeren tegen de Sabbat van God. En dan zien we dat precies hetzelfde zou gebeuren met deze wereld. Vernietiging met vuur. Niet omdat God het wil, maar dat is het gevolg van ja, niet houden aan zijn geboden. En we praten over hervorming. Dus als je misschien het nog niet ziet, lees de Bijbel. Staat het duidelijk in de Bijbel over de Sabbat. Waarom het belangrijk is. En ook de gevolgen van het niet gehoorzamen. Dus mijn oproep is om de Sabbat te houden. Hervorming heeft niet alleen te maken met de naam. Mensen zijn streng gereformeerd in hun handel en wezen. Vind ik het mooi. En dan denk ik van, het is fijn wat ze doen. Vergeet de Sabbat niet. Want de Sabbat is een heel belangrijk punt om ook te reformeren. De achtste vraag heeft het ook te maken met twee belangrijke hervormers. 8 en 9. Ja. Kijk, het volk Israël was weggevoerd naar Babylon. Mm-hmm. En ze komen uiteindelijk terug. Maar ze waren daar dus een paar generaties lang in een vreemd heidens land geweest. Mm-hmm. En ze waren voor een deel opgevoed met het geloof, maar ze waren ook heel veel kwijt. Mm-hmm. En ze kwamen dan terug en als eerste zie je toch dat de geestelijke hervorming moest plaatsvinden. Mm-hmm. En dat doet Ezra. Mm-hmm. Ezra doet het op een heel eenvoudige manier. Die laat de wet voorlezen. Laat ze echt alles. Het volk stond er gewoon en moest luisteren wat de priester voorlas. Mm-hmm. En dat is natuurlijk prachtig, want hij bracht ze terug naar de oude paden. Mm-hmm. Niet naar nieuwe leer, maar naar de oude paden. Gewoon, als je die hoort, doe dat. Mm-hmm.
Mozes en Ezra hebben een gelijk werk. Want Mozes die moest het volk hervormen van al die tijd in Egypte. Exact. En Ezra moest ook precies hetzelfde doen van de tijd dat ze waren in Babylon. En dat ze al die gewoontes meegenomen hadden. En dat is ook juist onze taak vandaag. Is precies hetzelfde. Mensen die van de wereld komen, die moeten ook zo precies dezelfde geleerd worden. Mensen denken van, oh ja, zolang als ik maar in Jezus geloof, gedoopt worden en klaar. Ja. Maar er is een hervorming die in de persoon die plaats moet vinden in de persoon. En dat is omdat hij ook van de wereld komt, als die persoon, om ook te leren wat de gewoontes en de cultuur van de Bijbel is. En niet vasthouden aan de cultuur van de mensen zelf. Ik wil het zo doen, maar hoe staat het? Kijk, het heeft enorme effecten als je dus Gods wet daadwerkelijk gaat lezen met Gods geest. Mm-hmm. Dat gebeurde hier, in het midden van de opmerking staat, ze beseften de heiligheid van de wet op de Sinaï gegeven. Mm-hmm. En velen beefden bij de gedachte aan hun zonde. Mm-hmm. En dat was het begin van de wonderbare hervorming. Mm-hmm. Dus ze beefden niet voor die wet, maar ze beefden om hun eigen zonde. Je hoort nu wat je denkt, oké, dan besef je niet, ik doe het dus verkeerd. Ja. En maar dat wil ik niet. Dus hoe heb ik nog bestaansrecht van God? Ja. Nee, dat heb je niet. Door het bloed van Jezus krijg je weer bestaansrecht. Ja. Sommige mensen denken, maar ik ben goed, ik doe niemand kwaad, ik heb niet gestolen of ik heb niemand vermoord, dus ik sta goed. Kijk dieper, de wet van God is geestelijk. Het lezen, je gedachten, de beweegredenen van het harte. En daarop let ook God. Dus kijk niet alleen naar de letter van de wet, maar ook kijk dieper dan dat. Ja. Wat heeft Nehemia gedaan? Ja, Nehemia is natuurlijk de opvolger zeg maar, van Ezra. Dus Ezra heeft ze teruggebracht naar de basis. Mm-hmm. Maar ja, dan ben je er nog niet. Mm-hmm. Dus Nehemia heeft de volgende stappen gezet. Die heeft gezorgd dat in de maatschappij verankerd werd. Mm-hmm. Heel veel mensen zeggen, Nehemia was maar de schenker van de koning. Mm-hmm. Maar ja, schenker is wel de vertrouwensman. Ja. Hij zorgde ervoor dat de koning niet vergiftigd werd. Mm-hmm. En hij had dus een nauw contact met deze koning. Ja. En dat betekent dat de koning hem als adviseur gebruikte. Ja, in dit geval zien we dat de koning zoveel vertrouwen in hem had. Eerder dan die andere mensen die hij had, adviseurs. En het blijkt een heel nauw verband. Want hij komt en hij geeft hem ook gelden om ook te investeren in de stad. En dat heb je niet zo makkelijk. Dat is echt een bijzonder. Dat betekent dat Nehemia ook in de koning zo'n vertrouwensband heeft gebracht. Of hoe zeg je dat? De koning zag dat die persoon betrouwbaar was. Ja. En het mooie is dat Nehemia zeg maar, het werk van Ezra vervolgde. Om het ook door te voeren in heel veel maatschappelijke handelingen. Mm-hmm. Dus niet alleen maar op Sabbat zevende dag dat het is zijn. Maar dat iedereen zeven dagen geloviger werd. Mm. Dus hij zorgde ervoor dat het in de gezinnen goed kwam. Er waren vreselijke dingen die moesten gebeuren in die tijd. Maar in allerlei zaken, de mensen werden de poort uitgejaagd als ze het verkeer deden. En de poorten gingen dicht. En zonsondergang ging de poort dicht. En dan ging op zonsondergang ging de poort. 24 uur later, bij zonsondergang ging de poort weer open. Ja. Hij zorgde dat werkte, dat het geïmplementeerd werd. Ja, wij zijn geroepen om hervormers te zijn. Ja. Om de gaten dicht te doen. Van de wet van God, wat men dan verkeerd doet. En dat moet plaatsvinden in onze tijd ook. Wat is de geest van een ware hervormer? Is een ware hervormer een fanatiek? Is een ware hervormer iemand die schreeuwt en die weet je, dat is soms de gedachte en het idee wat men heeft over een hervormer. Hoe ver is te ver en hoe... Ik denk dat dit een heel belangrijke vraag is voor sommigen. Paulus haalt... Moet je dan helemaal zwart kleden? Moet je dan een gezichtsuitdrukking hebben van... Weet je dan van, bang van ze te zijn. Wat is dat de juiste geest? Ja, de Bijbel geeft dat niet allemaal niet aan, die dingen. Dus de Bijbel geeft niet aan dat je dan heel erg verdrietig moet wezen en dat je geen plezier mag niet hebben. Ja, blijdschap. Dus Paulus geeft hier het voorbeeld van Jezus zelf aan. Mm-hmm. Dus hij zegt, de echte hervormer is Jezus. In al zijn doen en laten. Jezus heeft twee keer wel geweld gebruikt. Hè, in het reinigen van de tempel. Ja. Maar dat waren ook de enige twee voorbeelden. Ja. Alle andere duizenden voorbeelden heeft hij gezien met liefde. Ja. Met nederigheid, maar wel met zuiverheid. Mm-hmm. En dan zie je dus dat een echte hervormer die maakt niks kapot, die maakt heel. Mm-hmm. Een echte hervormer dient en heerst niet. Mm-hmm. Maar houdt wel de zuiverheid vast. Ja. Hij praat de zonde niet goed. Nooit. Nee. Maar hij geeft ook niet toe. Hij moet vastberaden zijn. Het is precies hetzelfde zoals wanneer een hond wil trainen. Als je één keer de hond toelaat om naar binnen te komen, dan ga je nooit meer gehoorzaam zijn. Ja. Je moet altijd de hond zeggen van nee, buiten blijven.
buiten blijft als dat het geval is. Of ja, als dat de regel is. Het is ook gewoon een voorbeeld. Maar als je dat wil, dan moet je hem zo vastberaden blijven. En daar is het zo. En dan niet één keer wel toegeven. Niet een klein beetje. Niet, het is maar één keer. Het is, de familie is hier. Nee, nooit toegeven. Maar wel, hoe doe je dat? Ja, precies. En dat is heel belangrijk. Hij vernietigt ook niet. Vastberadenheid moet niet ontaarden in een overheersende geest, staat een opmerking. En dat is belangrijk. Dus domineren is niet aan de orde. Mm. Het gaat om duidelijkheid en dienstbaarheid. Ja. Deze zijn de Bijbelse principes over hervorming. Het is heel belangrijk dat wij ze dan in acht houden. Dat wij ze lezen. Dat wij ze ook in praktijk kunnen brengen. Dat wij ook een werktuig, een instrument in de handen van God kunnen zijn. Zodat andere mensen tot het geloof, maar ook tot hervorming, tot bekering kunnen brengen. Jezus kwam om mensen tot bekering te brengen. En dat moet ook onze taak zijn. Zoals Johannes de Doper, de weg voorbereiden voor de wederkomst van Jezus Christus. Ik hoop dat je ook wat lessen hebt kunnen leren hieruit. En dank u wel en tot de volgende keer.